persoonlijke ambitie heb ik niet, of om het anders uit te drukken, ik ben tevreden, ik ben gelukkig met wat ik heb. Het is te zeggen kunnen denken, leren, schrijven, onderwijzen, aan een grote wereldbeweging deelnemen. Dat is voor mij de grens van persoonlijke ambitie. Maar als ik me zo mag uitdrukken, mijn historische ambitie, die is veel, veel groter dan het ministerpostje. Mijn ambitie is de wereld helpen veranderen. De fundamentele verandering van de maatschappij. Dat is een grootse ambitie, omdat de verandering die wij willen teweegbrengen de grootste, de diepste maatschappelijke omwenteling is in de geschiedenis van de mensheid. Een maatschappij scheppen waarin al degenen die tot nu toe uitgebuit en onderdrukt werden, in rechtstreekse, onmiddellijke en dagelijkse zin van het woord de meesters, de bazen worden. En meneer Genscher, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, zegt een geweldprediker, dus iemand die geweld preekt. De senator van onderwijs en kunsten en wetenschappen, de heer Stein, zegt iemand waarvan men de wetenschappelijke integriteit en competentie niet in vraag stelt, maar wiens politieke bezigheid, activiteit, de vrije orde ondermijnt. De Amerikaanse regering zegt dat ik dus voor het communisme stook. De West-Duitse communisten en ook enkele Russische bladen zeggen dat ik een fanatiek anticommunist ben. Je ziet, dat is allemaal niet zo duidelijk. Maar het wordt toch wel duidelijk als je het volgende bedenkt. Wij leven in een maatschappij die vol spanningen zit. En waar zich die spanningen praktisch op ononderbroken wijze, soms hier, soms daar, ontladen. Nu, bliksemafleiders, dat kan men gebruiken. Mensen die kritiek uitbrengen op de maatschappij, mensen die scherpe wetenschappelijke kritiek uitbrengen op die maatschappij, die haar euvels ontleden, die zelfs profeten van onheil zijn. Dat speelt allemaal een positieve rol. Dat kan allemaal in de heerschappij systemen worden geïntegreerd. Waar het gevaarlijk wordt, waar men zegt tot hier en niet verder, dat is het punt waar theoretici, revolutionaire theoretici, kritieke theoretici, niet alleen zeggen wat er slecht is, maar ook zeggen dat je daar iets tegen moet doen. Oproepen tot actie, oproepen tot handelen. Ik ben dus in de ogen van de heersenden een gevaarlijk iemand, omdat ik mij er niet toe beperk te zeggen wat iedereen weet en wat iedereen voelt, dat er fundamenteel dingen zijn in deze maatschappij die niet kloppen, maar dat ik een stap verder ga. Waar zouden we naartoe gaan? Wanneer al degenen die ervan overtuigd zijn dat wij in een slechte maatschappij leven, zouden beginnen te handelen tegen die maatschappij. Ik geloof niet dat die lang zou blijven leven. Er zijn vijf landen die mij achtereenvolgend ofwel het visum hebben geweigerd, ofwel mij hebben buitengezet. Dus dat zijn landen waar ik normalerwijs als Belgisch staatsburger geen visum nodig heb. Dus achtereenvolgend zijn dat geweest Frankrijk in 68, de Verenigde Staten van Amerika in 69, Zwitserland in 70, Australië in 71 en West-Duitsland in 72. In Frankrijk, dat is dus na mei 68 gebeurd, daar hebben ze maar twee woorden gebruikt, agitation violente. En om te bewijzen dat ik dus een gewelddadig mens ben, heeft men mij op het einde van mijn vakantie, van mijn zomervakantie 68, samen met mijn vrouw in een klein hotelletje in Narbonne, 's morgens vroeg opgepikt, naar het politiecommissariaat gebracht. En voordat men mij op de trein heeft gezet, heeft men me wel eten gegeven, maar alleen met een lepel.
om het vlees te snijden. Geen mes en geen vork, want iemand die aan gewelddadige agitatie doet, die zou de politiecommissaris met zijn vork hebben kunnen aanvallen. In het geval van Zwitserland gaat het uitsluitend over formele, laten we zeggen, manier van optreden, van in het openbaar optreden in dat land. Er is dus een Zwitserse wetgeving die zegt dat een vreemdeling, iemand die geen Zwitserse staatsburger is, maar alleen over politiek mag spreken wanneer hij eerst een daartoe de toelating heeft verkregen van de regering. Wel, ik heb op al mijn openbare conferenties altijd die toelating van tevoren gekregen, maar, zegt men, ik heb die niet aangevraagd voor twee scholingscursussen die in gesloten kring hebben plaatsgevonden in 1969. En ik heb daarop geantwoord dat ik te goeder trouw heb gehandeld en niet kon geloven dat elke bankier die over de internationale monetaire crisis op een banket in Zwitserland een redenvoering houdt, een tafelspeech houdt, daarvoor eerst de politietoelating vraagt. En ik heb dus naïverwijze gedacht dat wat voor bankiers waar is, voor mij ook waar zou zijn. In Amerika is de reden helemaal anders, dus daar hebben ze een algemene wet toegepast. De zogenaamde Walters-McCarran Act, die tijdens de periode van het McCarthyisme ginder werd gestemd. En die geeft dus aan de Amerikaanse regering de toelating op willekeurige wijze iedereen de toegang tot het grondgebied van de Verenigde Staten te ontzeggen die in een van de volgende categorieën valt. En hier heb je dus de lijst van al die categorieën. Dat is een zeer lang document. Dat is een optelling van meer dan 3 bladzijden. Alleen maar met de titel van de categorieën. Wanneer je dus het kapitaal van Karl Marx, dat de doctrine, de economische doctrine van het communisme predikt, in uw huis hebt, in uw venster zet, of iemand vraagt het in het venster te zetten, dan heeft de Amerikaanse regering al het recht om u een toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen. Dat is dus het derde geval geweest. In het vierde geval, het geval van Australië, waar ik uitgenodigd was verleden jaar aan een conferentie van socialistische geleerden, Socialist Scholars, deel te nemen, werd mij het visum geweigerd zonder enige verklaring. En nu het vijfde geval, dat is het ergste, persoonlijk en politiek wel. Ik was dus door de Universiteit van West-Berlijn praktisch eenparig als enig kandidaat voor de leerstoel van sociale economie voorgesteld. En nu is het zo in Duitsland dat een gewoon hoogleraar daar staatsambtenaar is. Dat is dus gelukkig bij ons niet het geval. Dan heeft de Senaat van West-Berlijn geoordeeld dat ik niet waardig ben om staatsambtenaar te worden en heeft mij dus, heeft mijn benoeming dus om die reden geweigerd. Waar het in hen in werkelijkheid om ging, was niet die benoeming tot staatsambtenaar, maar te verhinderen dat ik als overtuigd Marxist dus voorlezingen zou kunnen houden aan de West-Berlijnse universiteit op regelmatige wijze. Zij wisten zeer goed dat ik dat had kunnen doen zonder gewoon hoogleraar te zijn, als buitengewoon hoogleraar of iemand die daar wordt uitgenodigd elk half jaar om voorlezingen te houden. En dat wilden ze dus verhinderen. Maar nu is het, je ziet hoe ingewikkeld die zaken zijn en wat daar allemaal bij te pas komt. Nu is het zo dat West-Berlijn praktisch de mogelijkheid niet bezit vanwege zijn speciaal status, zijn speciaal statuut, om een geallieerd staatsburger, dus in casu een Belg, uit te wijzen. En de enige manier om mij dus te verhinderen het West-Berlijns grondgebied te betreden, was voor de Senaat van West-Berlijn om aan de West-Duitse regering te vragen dat zij mij dus zouden niet meer naar West-Duitsland laten komen.
Er zijn geen rechtstreekse luchtverbindingen tussen België en West-Berlijn. Je moet dus altijd langs Düsseldorf of Keulen of Frankfurt of Hamburg of Hannover gaan. En zo heeft men mij dus op de vlieghaven, de luchthaven van Frankfurt, simpel niet toegelaten, terug in het vliegtuig naar België gezet. Dat heeft daar dus groot schandaal verwekt. En de minister van Binnenlandse Zaken werd de volgende dag reeds geïnterpelleerd in de Bundestag, in het parlement, over die zaak. En hij heeft dan een verklaring afgelegd waarin hij gezegd heeft dus dat die uitwijzing geschiet op basis van mijn revolutionaire overtuiging en dat zij zo lang zal duren, een ongelooflijke verklaring voor een Duits minister, als we mogen zeggen 400 jaar na Luther, zo lang zal duren als Mandel zijn revolutionaire overtuiging niet opgeeft. Men zou kunnen zeggen van de ene kant dat zulke repressie niet alleen hatelijk is, maar dat ze ook dom is. Hatelijk, omdat het altijd hatelijk is met repressie of geweld, gedachten te willen bevechten, ideeën te willen bevechten. Dom, omdat de geschiedenis bewezen heeft dat je ideeën niet met geweld kunt onderdrukken of bevechten. In een zekere zin zou men zelfs kunnen zeggen dat al die heren, Mr. Mitchell, meneer Marcelin, minister Genscher, die mij de grote eer hebben bewezen van mij uit die landen uit te zetten, dat die de verspreiding van mijn ideeën hebben geholpen. Wat verhinderen zij mij? Zij verhinderen mij op vergaderingen van 500 of 1000 of 2000 man te spreken. Maar mijn boeken en brochures worden op duizenden of tienduizenden exemplaren verkocht. En door de publiciteit die rond die uitwijzingen ontstaat, stijgt de verkoop van die boeken en die brochures. Maar ik geloof dat dat toch zeer eenzijdig is, de zaken alleen zo te bekijken. Waar het die mensen in werkelijkheid om gaat, waar het de regeringen om gaat, dat is niet zozeer de ideeën per se te bevechten, ideeën die in de lucht zweven, die op het papier zitten, die gedrukt worden, of die alleen maar door het gesproken woord gedragen zijn, die vrezen die heren niet zo sterk. Wat zij vrezen is de organisatie. Wat zij vrezen is de georganiseerde actie, het georganiseerd trachten die ideeën te verwezenlijken. Je zou het kunnen zeggen dat ik in de eerste plaats ben auteur. Iemand die dus boeken schrijft of publicist, iemand die boeken en artikels voor tijdschriften en voor weekbladen schrijft. Maar dat is maar één aspect van een activiteit die probeert breder te zijn. Ik ben dus terzelfde tijd ook leraar, hoogleraar. Ik ben terzelfde tijd iemand die probeert een revolutionaire organisatie op te bouwen. In België de Revolutionaire Arbeidersliga, internationaal gezien de Vierde Internationale. Dus iemand die op vergaderingen spreekt, die aan zittingen deelneemt, die resoluties, stellingen opstelt, die congressen organiseert en die probeert wanneer er niet alleen aan scholing kan worden gedaan om revolutionaire militanten op te voeden, ook concreet in de klassenstrijd tussen beiden te komen, dus op stakingsvergaderingen te spreken, vlugschriften op te stellen en uit te delen, dagbladen, weekbladen te verkopen enzovoorts enzovoorts. Mijn eerste grote boek waar ik 10 jaar aan heb gewerkt is dus het traité d'économie marxiste, die helaas nog altijd niet in het Nederlands is verschenen. Dat is dus een soort van herformulering van de marxistische economische theorie op basis van de wetenschappelijke gegevens van onze eeuw. Marx werkte op basis van de wetenschappelijke gegevens van zijn tijd. In de tweede plaats is dat een boek, de La Formation de la Pensée Économique de Karl Marx, dat dus tot doel heeft de marxistische theorie van de vervreemding te vestigen. En in de derde plaats is dat een boek dat heet Arbeiderscontrole, Arbeidersraden, Arbeiderszelfbeheer, dat zich dus meer met het model van een op te bouwen socialistische wereld, socialistische maatschappij, bezighoudt. Ik ben nu bezig
dat is praktisch klaar, dat ligt al bij de drukker. Met een nieuw boek dat theoretisch hetgene is waar ik het minst ontevreden over ben, zoals auteurs het in het algemeen zeggen. Dat is dus een analyse van het laatkapitalisme, van het kapitalisme van de jongste 30 jaar. Het probeert dus te bewijzen op welke concrete manier de bewegingswetten van het kapitalisme vandaag doorwerken. Vind je niet dat de marxistische theorie verouderd is? Want uiteindelijk zijn er zoveel nieuwe elementen die het wereldbeeld beheersen op het ogenblik. Wel, ik geloof dat natuurlijk niet, want anders zou ik geen marxist zijn. Er is een rationeel element in het marxisme dat een gedurige kritische onderzoek van alle hypothesen en stellingen van die theorie vereist. Ik denk dat het marxisme niet verouderd is, economisch gezien, omdat er ondanks alle staatsinterventie de fundamentele ontwikkelingswetten van het kapitaal nog altijd vandaag evenzo werken als in het verleden. We hebben nog altijd periodische overproductiecrisissen. Op dit ogenblik zijn er meer dan 10 miljoen werklozen in de westerse landen. Ik geloof niet dat het kapitalisme erin kan slagen die factoren uit te schakelen. En dan vooral maatschappelijk, dat is het belangrijkste, is de klassenscheiding van de maatschappij er nog altijd en misschien nog sterker dan ooit, zoals Marx ze minder heeft beschreven in zijn tijd, dan geprojecteerd. Ik gebruik dikwijls de paradox, Marx is niet een economist van de 19e, maar een van de 20e en van de 21e eeuw, want er is in zijn analyse een geweldig stuk aan profetische visie, waar in het verleden privé-eigendom van het kapitaal verdeeld was over duizenden en duizenden zelfstandige bedrijven die allemaal min of meer hetzelfde gewicht hadden in het bedrijfsleven en op de markt. Dan heb je vandaag een toestand waar in een land als het onze dus een tiental financiegroepen heel dat bedrijfsleven beheersen, waar je op internationale schaal waarschijnlijk niet meer hebt dan 700 of 800 grote multinationale maatschappijen die die productie en die markt beheersen. En dat de voorspellingen in die zin gaan dat we er binnen 10 of 15 jaar nog maar 200 of 250 gaan hebben die de hele wereldmarkt beheersen. En het is vanzelfsprekend dat wanneer je zulke sterke concentratie van het kapitaal hebt, wanneer je dus een paar honderd of een paar duizend bedrijfsleiders, rijke families hebt, die internationaal en nationaal dat hele gedoe leiden, dat dan de onrechtvaardigheid van die zaak zeer sterk naar voren komt en dat dan de drukking op dat de gemeenschap die productiemiddelen, die bedrijven in handen zou nemen, dat die drukking altijd gaat groeien. Waarom is het belangrijk de maatschappij radicaal en globaal te veranderen? Niet alleen om betere verhoudingen te kennen dan die we vandaag hebben, niet alleen dus om redenen van meer rationaliteit, meer rechtvaardigheid, meer broederlijkheid, maar omdat het voortwoekeren van een ten dode opgeschreven maatschappij en geweldige gevaren met zich meebrengt. Marx, om hem nogmaals te citeren, heeft dat 125 jaar geleden reeds voorspeld, dat wanneer de mensheid zou toelaten dat het kapitalisme zich overleeft, dat we dan een tendentiële omvorming zouden kunnen krijgen van productiekrachten in vernielingskrachten. En wij zien vandaag op verschrikkelijke wijze de potentiële verwezenlijking van die, laten we zeggen, dramatische voorspelling. Wij leven allemaal in de schaduw van een kernwereldoorlog en van de kernenergie die alle hogere vormen van leven op aarde zou kunnen vernietigen. Wij leven nu in de schaduw van een permanente milieuverontreiniging die de atmosfeer, het water, de elementaire levensvoorwaarden voor de mens binnen een eeuw of een halve eeuw reeds in vraag zouden stellen. Wij leven ook in een inwendige milieuverontreiniging van de mens door die verschrikkelijke gevolgen die, laten we zeggen, de kapitalistische vervreemding, vervreemding van de producent, vervreemding van de verbruiker, vervreemding van de burger, in de enkelingen verwekt. De vreselijke toename van geestesziekten,
van verstoring van geestelijk en moreel evenwicht in de enkelingen. Het is te zeggen, de gevaren die op ons toekomen zolang wij in zulk een maatschappij blijven leven, die gevaren groeien in een vorm van een exponentiële groei. Ze groeien veel sterker dan de economische groei, zij groeien veel sterker dan de materiële rijkdom. Zij hebben nu reeds verschrikkelijke zaken tot gevolg. De honger in de derde wereld, miljoenen mensenleven die elk jaar worden vernietigd, alleen ten gevolge niet van de absolute armoede van de mensheid, maar van de slechte verdeling of het slechte gebruik van de materiële hulpbronnen van de mensheid. En al die verschrikkelijke dingen dreigen zich te vermenigvuldigen wanneer die irrationele maatschappij verder zal blijven bestaan. Daar is een geweldige tegenstrijdigheid, honderden miljoenen te laten werken, alleen volgens de privé-winstberekeningen van een paar honderd grote en een paar duizend kleine kapitalistische concerns. Dat leidt tot het verschijnsel van de algemene vervreemding, van de algemene ontevredenheid, of als je wilt van het algemeen indifferente ten overstaan van de economische werking. Mensen weten dat zij niet voor zichzelf werken, dat zij niet voor hun eigen rekening werken, dat zij niet werken voor hun eigen individuele ontwikkeling, voor de groei van hun persoonlijkheid, maar dat zij werken om den brode. Het is te zeggen dat de arbeid maar alleen een voorwendsel, een voorwaarde en niet de inhoud zelf van hun leven is. En daardoor wordt de grootste productiekracht die vandaag zou kunnen bestaan, het is te zeggen, honderden miljoenen volgroeide, volwaardige, harmonische, menselijke persoonlijkheden, wordt die uitgeschakeld en we hebben daar dus een geweldige bron van materiële rijkdom, van economische rijkdom, die we zouden kunnen beginnen te gebruiken voor het welzijn van de mensheid, wanneer de massa van de werkers, de massa van de loon- en weddentrekkenden het gevoel zouden krijgen, de werkelijkheid zouden beleven, dat zij van nu af voor eigen rekening werken en dat hun arbeid de mogelijkheid schept tot groei van hun eigen persoonlijkheid. Als je 8 uur voor een baas werkt, als je 8 uur aan de lopende band staat, als je 8 uur mechanisch werk doet, dan kun je niet het gevoel hebben dat je voor de ontplooiing van je eigen persoonlijkheid werkt. Daarin kan het kapitalisme niet slagen en daarom krijg je dus periodische uitbarstingen van ontevredenheid tegen die vervreemding, van ontevredenheid tegen die arbeidsorganisatie, van ontevredenheid tegen die bedrijfsstructuur. Dat is vandaag misschien de hoofdbron van opstandigheid in de werkende klasse en de belangrijkste verklaring waarom er gebeurtenissen zoals mei 68 komen. En dat is ook de reden waarom mijn vrienden van de Revolutionaire Arbeidersliga en ikzelf sinds jaren onder andere propaganda maken voor de leuze van de arbeiderscontrole op de productie. Wat zijn de mensen die het meest invloed op u hebben uitgeoefend? Wel, vanzelfsprekend zijn dat grote figuren die de continuïteit van het marxisme hebben gevrijwaard, dus Marx, Lenin en Trotsky. Ik kan zeggen dat ongetwijfeld in mijn prulste jeugd dat meer Lenin en Trotsky waren dan Marx. En naar gelang ik ouder word, is het meer en meer Marx. Maar dat zijn de drie figuren die mij het meest hebben beïnvloed. Misschien kunnen we daar een definitie aan geven. Dus dat is het theoretisch inzicht en de revolutionaire hartstocht van Marx. Dat is de organisatie, het organisatiegenie, het concrete genie, het praktische genie van Lenin. En dat is de geweldige analytische profetische gaven van Trotsky. Dat zijn de drie hoofdkenmerken, als ik dat zo kan zeggen, van die drie figuren. Marx, Lenin, Trotsky. Zijt je Trotskist, Marxist of Marxistisch, Leninist, Trotskist of wat?
Wel, voor mij zijn al die formules in werkelijkheid identisch. In de Marxistische beweging in het algemeen en in de communistische beweging in het bijzonder gaat er dus een diepe scheiding tussen degenen die meer betekenis geven aan het apparaat, hetgeen wij noemen aan de bureaucratie, die de macht van de arbeidersklasse of de opbouw van het socialisme alleen historisch vertegenwoordigd zien door apparaten, organisaties, partijen enzovoorts enzovoorts. En degenen die die ontwikkeling van de arbeidersbeweging en de opbouw van het socialisme vereenzelvigen met rechtstreekse massa-macht, met rechtstreekse massa-werking van de werkende klasse zoals zij is en leeft in de werkelijkheid. Lenin heeft in die strijd een zeer bijzondere positie ingenomen. Hij is op een unieke manier terzelfde tijd gekenmerkt door het begrip voor het belang van de organisatie en door het begrip voor het belang van de massaspontaneïteit en de massaactie. En hij heeft dus vanaf het begin van de Russische omwenteling steeds gewaarschuwd tegen het gevaar van de bureaucratie en tegen het overwoekeren van de bureaucratie. Men kan zeggen dat de laatste strijd van zijn leven, die in het beroemde of beruchte deel 36 van zijn volledige werken tot uiting komt, volledig draait rond die strijd tegen de bureaucratie. Trotsky en de linkse oppositie hebben dat dan na zijn dood voortgezet onder zeer ongunstige objectieve omstandigheden die tot de overwinning van Stalin en van de Sovjet-bureaucratie hebben geleid. Heeft ook Mao een invloed op uw gedachtengang gehad? Wel, Mao is ongetwijfeld een groot revolutionair. Je kunt hem niet op dezelfde lijn beschouwen als Stalin, die zelf nooit een revolutie heeft geleid. Mao heeft een zegevierende revolutie geleid in het grootste land, het meest bevolkte land van de wereld. Je kunt hem dus zeker niet een contra-revolutionair, een tegenrevolutionair noemen. En ik zou zeggen dat alle serieuze Marxisten tenminste iets moeten leren uit de geschiedenis van de Chinese revolutie, zoals ze iets moeten leren uit de geschiedenis van elke revolutie. Maar ik zou er ook aan toevoegen dat op het vlak van de theorie, op het vlak van de theoretische veralgemening van die ervaring Mao zelf niet zeer veel heeft gepresteerd. Ik zou zeggen, revolutionairen in het Westen moeten veel meer de pragmatische, de concrete daden van Mao tijdens de opgang van de Chinese revolutie bestuderen dan zijn theorie die zeer zwak is vanuit vele gezichtspunten bekeken. De ontmoeting met Che Guevara in 1964 is voor mij een belevenis geweest van de ontmoeting met een groot revolutionair leider die zich in dezelfde traditie van Marx, van Lenin, van Trotsky volledig met de revolutie vereenzelvigt, die dus geen de minste persoonlijke machtswellust of berekening behoud van materiële voordelen nastreeft, wiens beslommeringen, wiens dromen uitsluitend draaiden rond de revolutie. Maar terzelfde tijd zou het zeer verkeerd zijn in hem een romanticus te zien, iemand die maar alleen droomde, die met zijn kop altijd maar in de wereldrevolutie of in de revolutie van Zuid-Amerika leefde. Che, zoals trouwens Trotsky in Rusland tijdens de opgaande jaren van de Russische revolutie, werd als dé knappe administrator beschouwd. Zijn ministerie was het enige ministerie waar de mensen op tijd binnenkwamen, waar alles normaal functioneerde. En in die discussie waar we het vooral over hebben gehad, over de wetmatigheden en de perspectieven van de Zuid-Amerikaanse revolutie, heeft hij op een bepaald ogenblik buitengewoon fier een pakje met lucifers getoond. Het eerste
pak van lucifers dat in Cuba zelf was gefabriceerd, naar brevetten en organisatie van de revolutie, en waar elk lucifertje werkelijk ontbrandde, zegde dat is even belangrijk als de revolutie in Zuid-Amerika om het socialisme op te bouwen, voor de zekerheid hebben dat de zaken even goed werken als onder het kapitalisme, dat het eten niet op vuile borden wordt opgebracht, dat de lucifers niet ontsteken wanneer je je sigaret wilt aansteken, enzovoorts, enzovoorts. En in die zin was dat een buitengewoon rijke en rijpe persoonlijkheid. En de latere geschiedenis en zijn tragische dood kunnen maar alleen verklaard worden, zoals trouwens de latere geschiedenis van Trotsky in de Russische revolutie, uit de inwendige tegenstellingen van een zegevierende socialistische revolutie, opgesloten in een economisch achterlijk land, waar op zuiver sociaal-economische basis wel vooruitgang mogelijk is, maar geen definitieve oplossing van de problemen die die revolutie heeft gesteld. Die definitieve oplossing kan maar alleen komen door de internationale uitbreiding van de revolutie en het verschil tussen Castro en Stalin, of Castro en de Russische staatsleiding van de jaren 20, is dat die Russische staatsleiding aan Trotsky in 1923 niet de toelating heeft gegeven om naar Duitsland te gaan, om te proberen een rol te spelen in de ontplooiing van de socialistische omwenteling in de rest van Europa en de rest van de wereld, terwijl Castro nog altijd revolutionair genoeg was om aan Che die kans wel te geven, de uitbreiding van de revolutie in de rest van Zuid-Amerika met zijn eigen actie te bevorderen. Revolutionaire agitatie, dat is in feite iets zeer simpels, iets dat zeer democratisch is, en iets dat het gevaarlijkste is voor de heersers vandaag in de wereld. Aan de massa van de werkende klasse het nodige bewustzijn en het nodige zelfvertrouwen geven, opdat zij alle kwesties die zich voor haar stelt door eigen actie zou proberen op te lossen. Dat is dus geen vertrouwen in de passieve evolutie, geen vertrouwen in verkiezingen, in volksvertegenwoordigers, in wetgeving of in parlement, maar alleen vertrouwen in eigen actie, in het oplossen van problemen, in het veroveren van eisen, in het verwezenlijken van verzuchtingen door eigen massa-actie. Ik zou zeggen, dat is de hoofdinhoud van revolutionaire agitatie vandaag. Daar komen een paar praktisch politieke conclusies bij te pas. Zulk een groeiend zelfvertrouwen moet ertoe leiden dat op een bepaald punt van zulk een massa-actie, van een staking, van grote massabetogingen, van een algemene werkstaking, van een algemene werkstaking met fabrieksbezettingen. Je kunt daar een crescendo zien, zoals we dat in de geschiedenis van de moderne klassenstrijd altijd hebben beleefd, dat op een bepaald punt, dus van zulk een massa-actie, de massa ertoe overgaat eigen organen te verkiezen, eigen organen op te stellen, een eigen organisatie te scheppen die als tegenmacht tegen de burgerlijke staat en de burgerlijke maatschappij wordt opgesteld. Organen van dubbele heerschappij noemt men dat in het marxistisch of het leninistisch jargon. Het is te zeggen raden. Maar welke ook die oorsprong wezen, het essentiële van de zaak is dus zelforganisatie en zelfvertegenwoordigingsorganen van de massa, gecontroleerd door die massa, gedragen door massa-actie, en die beginnen staatsbevoegdheid, het is te zeggen macht, uit te oefenen. Dat is het doel van revolutionaire agitatie, en zo komt je tot hetgeen concreet een socialistische omwenteling in een geïndustrialiseerd land is. Het is mij opgevallen dat je nooit spreekt over de macht die de intellectueel zou kunnen uitoefenen in deze maatschappij. Wel, wanneer ik het heb over de werkende klasse, dan bedoel ik dus de massa van de loon- en weddetrekkenden. En dat is tussen 75 en 80% van de bevolking bij ons. Dus je mocht
toch wel in het oog houden dat de meeste intellectuelen in die groep vallen. Dus al de intellectuelen die ook hun arbeidskracht moeten verkopen, het zij aan de openbare diensten, aan de staat, aan de onderwijsinrichtingen, het zij aan privébedrijven. Alleen de zelfstandige intellectuelen, dus zelfstandig werkende geneesheren of rechtsgeleerden, vallen niet in die categorie. En wanneer ik dus geloof dat alleen die massa van de werkende klasse in staat is een fundamentele verandering in de maatschappij teweeg te brengen, dan is dat om een zeer eenvoudige reden. Dat is omdat alleen die massa in staat is het fundamenteel productieapparaat van de maatschappij, het is te zeggen de productie van materiële en ook cultuurgoederen, essentieel radicaal te veranderen. Het zal u misschien verwonderen wat ik nu ga zeggen als orthodox marxist, maar er zit in de mens, dat lezen we, dat weten we, door heel zijn geschiedenis door, een vonk die je niet kunt onderdrukken en die in elke maatschappij periodisch altijd weer begint te springen. En dat is een vonk, als je wilt, van zucht naar rechtvaardigheid en naar gelijkheid, een vonk van opstand, van opstandigheid tegen onrechtvaardige, uitbuitende, ongelijke toestanden. Ik zou zeggen, wanneer ik zo overtuigd ben van de uiteindelijke overwinning van het socialisme en van het socialisme onder, laten we zeggen, ideale modellen, onder modellen van echt arbeiders zelfbeheer en echte socialistische democratie, dan is het in laatste instantie om die reden. Omdat er geen reden is aan te nemen dat de mens van de 20e of van de 21e eeuw zich anders zal gedragen dan de mens van de eerste eeuw van onze tijdsrekening. Of dan de mens van de 15e, de 16e, de 17e of de 18e eeuw. En wanneer Marx zegt, de geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van klassenstrijd, dan zegt hij ook, want dat is daar impliciet in onthouden, de geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van de opstanden en de revolutie tegen klassenheerschappij. Dat gaat als een rode lijn door de hele geschiedenis van de mensheid. En dat zal in de toekomst evenzo het geval zijn als in het verleden. Die vonk van opstandigheid en van zucht naar rechtvaardigheid. Die kan geen manipulatie, die kan geen machtsapparaat, die kan geen terreur werkelijk, uiteindelijk, voor altijd dooddrukken. Kan de mens in die socialistische maatschappij als individu leven? Dus echt als mens? Ik denk dat dat de eerste maatschappij zal zijn waarin hij werkelijk als mens zich zal kunnen ontplooien. Ik zeg niet, en dat is een misverstand dat vooral in discussies tussen marxisten en katholieken dikwijls opkomt. Ik zeg niet dat het socialisme op zichzelf alles oplost. Wij beloven niet het paradijs op aarde. Integendeel, wij beloven maar kleine dingen. Uitschakeling en verhindering van oorlog, honger, onderdrukking, uitbuiting, ellende, ongelijkheid. Zo'n paar dingen. Al de rest. Hetgeen Marx eens met een zeer treffend woord het menselijk drama heeft genoemd. Dat zal pas beginnen onder die omstandigheden. En wat dat zal zijn, welke problematiek dat zal opwerpen, geen mens kan dat van nu af aan reeds duidelijk uitstippelen. Het enige wat we kunnen zeggen, dat is het drama dat we tijdens de jongste duizenden jaren hebben gekend, dat dat een onwaardig drama is voor de mens, dat dat een onmenselijk drama is, dat dat een drama is, nog, we kunnen het bijna zeggen, op dierlijke basis, een drama voor het levensonderhoud, de struggle for life, de strijd van allen tegen allen, homo homini lupus. Dat kunnen we uitschakelen, daar ben ik vast van overtuigd. De rest, wel, de rest dat zal dan beginnen. De rest dat is dan een uitdaging aan alle geestesstromingen, aan alle morele stromingen, aan alle wijsgerige stromingen, om te zien wat er dan van de mens zal kunnen worden gemaakt, wat de mens van zichzelf zal kunnen maken, wanneer zijn maatschappelijke en zijn economische ellende zijn uitgeschakeld. Maar dat lijkt mij toch wel een lovenswaardig doel. Om dat eerst uit te schakelen, zelfs wanneer we er vast van overtuigd zijn dat alle problemen daarmee nog niet zijn opgelost.
Ik geloof dat wij in het begin leven, het beginstadium van de poging tot een socialistische verandering van de wereld. De eerste zegevierende socialistische omwenteling heeft pas een halve eeuw geleden plaatsgevonden. Het tijdperk van de socialistische revolutie heeft dus tot nu toe maar 50 jaar geduurd. De omvorming, fundamentele omvorming van de maatschappij vergt in het algemeen altijd veel meer tijd. Tijdperk van de omvorming van de feodaliteit tot het modern kapitalisme neemt 3-4 eeuwen in beslag. Ik geloof niet dat het 3-4 eeuwen zal duren eer dat we in een socialistische wereld leven.